Yo, kijk eens, meneer TV, met een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon World. En vandaag hebben we de Golvende Vallei. Je hebt het zo goed gedaan. Hier ben je een les waarmee je spel naar een hoger niveau kunt brengen. Hoeveel ik ook van attracties houd, ze worden zoveel beter door hun omgeving. Deze golfbaan wil zijn herkenbare stijl behouden. Eens kijken wat je kunt doen om ze samen te laten komen. Let's go! Oké, wat moeten we doen? Complete tutorial, minimum parkwaarde 20.000. Selecteer stuk voor stuk in het menu. Een thema. Ja. Dat doe ik niet, toch? Of wat bedoelen ze? Hè? Wat bedoelen ze? Selecteer stuk voor stuk in het menu. Stuk voor stuk. Oh, hier. Selecteer iedere optie. Kies een muur en klik ergens op de omgeving en begin te bouwen. Bouw 4 muren. Oké. Dit was vaag. Oké. Als je de muren hebt geplaatst, ben je dan het dak aan toe te voegen. Dus daken en dan dit. Klik op 2. Plop. Shift en dan. Oké. En die kan ik alleen met 90 graden draaien. Logics. Oké, laat zien. Klik op de knop ontwerpen om je creatie op te slaan. Voltooien. En. Knop ontwerpen. Wat? Wat moet ik er precies doen? I don't get it. Klik op de knop ontwerpen om je creatie op te slaan. Hè? Wat moet ik doen? Ja, voltooien. Ja, en dan? Die? Ah, kijk, dat was het dus. Wis, en die verwijderen. Oké. Okay. Minimale pretparkwaarde 20.000. Dat zou zoveel te doen moeten zijn. Is het park gaan openen dan? En deze even openen. Laten we een attractie gaan bouwen. En we moeten dus een achtbaantje bouwen voor een achievement. Nou, dat kan wel eventjes. Dat doe ik eens kopen. Oh, een achtbaan met minimale lengte. Dat zou op zich wat te doen moeten zijn. Waarom ben je ongelukkige locatie? Zou je niet echt gewoon ziek hoog hebben? Ongeldige locatie. Bouwen. Heel mooi naar beneden. De baanlengte even ietsjes korter hebben. Een
zo, wacht even. Straks helemaal geen paarden. Wat is deze? Wat is deze, jongen? Natuurlijk, een boog gaat niet automatisch weg. Zucht. Kijk, ze is maar heel veel halve parken. Dat is best wel vrij irriterend. Maar echt gewoon zo moeilijk om een fatsoenlijk park te geven. Oké. We gaan verder met die achtbaan. Die park waar we moeten stijgen. Moet hij even zo. Helemaal aan kettingen vast. Ja, dus. Allemaal zonder ketting. Je hebt helemaal geen ketting bij. Waar zijn we nou voor nodig? Ik ga het bloot afwaarts. We gaan hier verder. Ook met dit. Hier idem. Zo, dit kleine stukje. Ook zo ertussenuit. Een heel klein stukje deze naar beneden. Met deze stukje verder. Gaan die parkwaarde maar lekker gaat stijgen, dan word ik blij. Al een aantal bompjes moeten wijken. Hé, hey, een mitsgolf dingetje. Zo'n golf vlaggetje. Get flagged to the pole. Ik krijg echt mijn $0 voor. Ongeldige locatie. En waarom? Ik vind het gewoon een geldige locatie. Hoppakee. Boosters. Hier komt dus het remsysteempje. Gewoon flinke kracht erop. En we gaan gewoon lekker testen, jongen. Zou die gewoon goed moeten gaan? Zou het goed ook in gaan zitten trouwens. Test dit. Gaat het lekker in zitten. Ik heb nou een dikke nek. Het gaat niet echt smooth ofzo. Nou gaan we dan. Gezakt. Niet op tijd weten te stoppen. Wil jij nog weer een bullshit? Nou, krachtsysteem maximaal. En die ketting gaat natuurlijk ook gewoon harder. Dat maximale. Totale kosten. Maar die worden pas berekend als je hem opent of zo. Snelheid. Zoek hier een paar remmen plaatsen of zo. Ik kan misschien een handje helpen. Hey, invloedrijk persoon komt eraan. Ik ga naar de Ed Golvende Vallei om restaurants te bezoeken. Hoop dat ze een pasta hebben. Ik laat jullie weten hoe het bezoek waard was. Nou, dat kan even snel geregeld worden, het pasta kraampje. Die uitzetten, eten en drinken. Sushi, salata, flitbal, taco, toetekouwer.
Sommige ruimtes. Italiaanse maaltijd. Oh, wacht, achter hebben we nog meer. Wat? Kindjes. Pasta. Pasta Italiano. Kwaliteit, daar gaan we heel hoog doen, want de Italianen boten. Ging die nou goed? Nyeom. Is hij geen goed of niet? Geslaagd. Dan mag hij zo meteen open. Dit is dus in de ingang. Jongens. Mij is mijn game een beetje geglitst. Kijk. Want de UI komt hier een beetje doorheen. Lekker opgelost, developers. Ik vind het beter vraag. Hoe kom ik in de toekomst ooit omhoog? Met paden. Waarom mag ik daar niet op aansluiten? Wat? Hoe lopen die net zoals Duitsers in de oorlog? Kijk dan! Dit zijn Duitsers in de oorlog. Jezus. Openen. Ik moet het park waar het echt ziek hard gaan stijgen. Het park is erg donker. Wat moet ik nog meer gaan doen? Maar dat parkwinst. Stuk voor stuk bouwwerken. Minimaal 500 euro zitten. Weet je, dat kan prima geregeld worden. Even wachten. En doei. Dan. Ja, ik kan natuurlijk heel echt letterlijk dingetjes gaan doen. Dit is de ingang. Precies aan de juiste kant. Dit. Zo. Wauw, slim idee om hier eerst WhatsApp af te sluiten. Ik gebruik een aparte client ervoor. En ik heb wel de webbrowser voor die aan het afgesloten, maar niet de client. Dat is enorm snugger. Oké. Kan ik hier langs? Beetje omslachtig dit. Maar ik wil deze missie zo snel mogelijk. Dat mag dus niet. Dan maar gaan we. Op een of andere manier moeten we hier langs zien te komen. Wacht even. Gaat deze boom eraan? Boom gaat eraan. Deze boom gaat eraan. Creepy, zo blij met me zijn. En dan moet dit even zo. Erg teleurgesteld met het eten. Zeker niet de moeite waard. Als je Italiaanse keuken wilt, ga dan ergens anders. I don't care als jij niet tevreden bent. Deze missie maakt ook niet zo heel veel uit. Om de parkwaarde verder omhoog te hebben.
draaimolentje. Kan er hier wel mooi bij. Deze kan er wel heel mooi bij. Even een serieuze vraag. Stel je die paddenkwalen nou echt zo snel of liggen naar mij? Wacht even. Zo, zo. Dan kunnen we lekker testen. Wat? Ik ben blij dat mag ik. Het is op zich niet zo heel handig nu de hik heb. Mag hier weer niet geplaatst worden. Hier ook niet. Maar wel weer hier. Hoe gaat het nu met de parkwaren? Gehaald? Jee, gehaald. Terug naar het hoofd nu. In ieder geval, laat een like achter, vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer. Doeg!